klaar om te battelen? Yes. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we dan. Nee. Daar gaan we dan. Brugklas. Oud versus nieuw. Oud versus nieuw. De battle gaat bijna beginnen. Er zijn twee rondes. En de gedachte is dat we jullie niet alleen wat beter leren kennen, ook qua acteren, maar ook weten hoeveel kennis jullie hebben. En degenen die dat het beste doen, die mogen straks allemaal één cijfer kiezen van een kluisje wat je daar ziet staan. Die hebben we uit de school gehad. En in die kluisjes zitten leuke dingetjes om te hebben. Okay. Hele leuke dingetjes om te hebben. Maar het kan ook tegenvallen dat je denkt, oh, dat is nou net niet wat ik opgehoopt had. Dat is altijd een beetje de spanning van dat spel. Maar je moet eerst maar eens daar zien te komen. Twee rondes. En de eerste ronde is een acteerronde. Want dan gaan we aan de slag met de emotiecarousel. Ik heb een scène voor jullie. En die scène die gaat als volgt. Ik heb hier twee heren. We spelen trouwens nieuw versus oud. Hè? En dan beginnen wij oud. Zometeen. Edwin. Jij bent echt een hele gelukkige jongen, want er zijn twee meiden op je verliefd. Tweete, May en Birgit. Zometeen staan, even kijken, jij en jij daar, Birgit, bij de kluisje. Als je het goed vindt. Jij gaat zometeen daar staan. Wat er gaat gebeuren is, jullie hebben allebei de liefde nog niet verklaard aan Edwin, maar jullie zouden dat wel heel graag willen doen. En het moment is daar. Alleen de timing is een beetje lastig. Want bij die kluisjes waar Edwin denkt, ik vind ze allebei wel leuk, ik heb eigenlijk nog niet gekozen, ga jij besluiten om hem gewoon te zoenen en daarmee de liefde te verklaren. Maar net voordat je die zoen kan geven, kom jij aanlopen. Omdat je een soort speech hebt voorbereid. Nou ja, een speech. Een hele kleine speech. Een klein beetje tekst. Ja, Die spreek je uit. En dan zie je vervolgens dat iemand anders probeert jouw jongen te versieren. De vraag is, wat gebeurt er dan? Dat moeten jullie lekker gaan acteren. Ik moet dat even zeggen in de emotie die daar staat zometeen. In de emotie die wij nu gaan zien. Nou, je mag hem ook wel zelf eigenlijk bepalen door op de knop te rammen. Dan gaat de computer random lopen. Wat nu al? Ja, ga maar. De emotie is boos. Dus hou in de gaten dat iedereen een beetje bozig is. Oké. Ja, zeker. Dus ga lekker klaarstaan. Ik ben heel erg benieuwd. En jongens, als je thuis zit te kijken, is het belangrijk dat je even goed oplet, want jij bent jury. Ik ga zo meteen uitleggen hoe jij kan meedoen. Nee, we beginnen gewoon. Eens even kijken. Hier staan het een klein beetje overleg nog. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, ga je gaan. Dus, hoe was je dag? Ja, ging wel. Ja. En heb je nog nagedacht over wat ik zei? Of? Ja, ik heb er wel over nagedacht. Mm-hmm. Hey, ik moet je wat vertellen. Wat is dit? Hallo? Wat ben jij aan het doen? Hoezo? Laat me gewoon mijn gang gaan. Ik vind je leuk. Maar jij moet van hem afblijven. Hoezo? Ik was hier eerder, hoor. Sorry. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Gisteren zat je met mij te zoenen en nu zoen je bijna met... Wat? Wat heb je gedaan? Wat? Waarom zeg je dat niet tegen mij? Waarom zoen jij met hem? Ja, hij heeft niet gezegd dat hij met iemand anders had zoenen. Waarom zeg je dat niet? Ik vind jullie allebei gewoon leuk. Dat is echt een excuus van niks. Waarom doe je zo? Ik wil jou! Oké. Applaus! Blijf staan. We moeten namelijk even een foto maken van jullie. Saf, maak even gauw een foto. Want op Instagram kan je namelijk zometeen gaan liken. Degene met de meeste likes, of oud of nieuw, die krijgt een punt voor deze acteerprestaties. Fantastisch dit! Oh, het ging ze volle bak erop, zeg. Edwin, ga lekker zitten, meiden ook. Ik dacht heel eventjes van, jij gaat helemaal niks zeggen. Je denkt te goed, hè? Nee, wat moet je zeggen in zo'n situatie? Ja, het lijkt me ook, als het echt gebeurt, heb je echt wel een uitdaging volgens mij. Even kijken. Saba. Yes. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Je mag naar de kluis toe. Wie gaat er mee? Eén, ja? Ja. Mag iemand anders eventjes weer om het hoekje staan? Moet je alleen nog even naar het scherm kijken, want ik ga even op de knop drukken. Dan weet je met welke emotie deze scène gespeeld mag worden. Oh, blij! Oh, hey! Oké. Precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Concentratie.
3, 2, 1, ga je gang. Dat was leuk, hè, gisteren? Zeker leuk. Ja? Ja. Ja, ik vond het wel een leuke film. Ja, eigenlijk was de film niet eens leuk. Nee. Naast wie ik zat was veel leuk. Oh ja? Ja, zeker. Toevallig zat je bij mij. Ik moet je wat ver... Wat is dit? Hey! Ik moet je wat vertellen, Saber. Wat leuk, die ook. Wat vertellen. Mooi. Ben je ook verliefd op Saber? Nee, jij ook? Ja. Nee. Niet waar. Ik ben ook altijd verliefd. Ah. Ja, dat is voor jou. Was leuk. Ja, ik ben echt heel... Jij mag hem hebben. Nou, ik ben echt al lief. Ben je verliefd? Ja, echt heel erg. Jij ook? Ja, jij ook. Ja. Oh, applaus. Oh, blijf staan. We moeten even een foto maken. Maar dat, als het nou zo zou gaan in het echte leven, ben jij ook verliefd. Wat leuk, wat gezellig. Oké, we maken even een foto voor Instagram. Even lachen, yes. Ik weet niet. Ja. En...